Vrienden en fans, welkom weer bij Construction Simulator. We gaan nog een afleveringetje doen. Ik vind het ontzettend leuk. Ik begin er bijna verslaafd aan te raken aan dit spel. Laten we snel gaan beginnen en dan gaan we verder met de volgende klus. Veel kijkplezier. Jongens en meisjes, dames en heren, welkom weer terug in de stad van al onze bouwkunsten. We gaan verder. We hebben de vorige aflevering een parkeerplaats gemaakt. Als je dat nou leuk vindt om te kijken, ga dat dan even kijken op mijn kanaal. Hij staat online. En dan gaan we nu verder met iets anders, want we moeten natuurlijk gewoon door. We hebben ook wat machines gekocht. Ja, ik ben er heel erg tevreden over tot nu toe. We hebben nog genoeg geld. We hebben 420.000 euro in de bank. En dan gaan we nu kijken voor een volgende klus. Goed, wat kunnen we allemaal doen? Oh, dit is een hele grote klus. Voor 689.500 euro kunnen we een silo bouwen in het industriegebied. 5 bouwfases, valt mee, maar misschien is dat wel heel veel, wie zal het zeggen. Dan hebben we dat nog een keer, een silo-industriegebied. We hebben vervoer. Ja, vind ik niet heel interessant, heel eerlijk gezegd. Het is heel kort, het betaalt niet heel goed. Ik heb liever toch wel de wat grotere dingen. Is ook leuk om naar te kijken, denk ik. Stadscentrum, een weg. 1 gezinswoning, dorp. 10 bouwfases, dat is een grote klus. Toeslagmateriaal afvoeren. Ik vond die eerste wel leuk, die silo. Hebben we nog nooit gedaan. Ik weet ook niet precies wat het inhoudt. Het betaalt heel erg veel. 5 bouwfases, laten we eens kijken wat het is. We gaan afgraven. Oké, dit ging op zich wel met die bulldozer. Die hebben we trouwens gekocht, de bulldozer. Ik weet niet meer hoeveel die was. Volgens mij was die 160.000 of zo. Dat was een hoop geld. Maar goed, daar hoeven we dus niet voor te betalen. Qua huur. Een grondverdichter hebben we nodig. Die had ik volgens mij ook gekocht. En dan gaan we afgraven met de rupsgraafmachine. Nou ja, de mensen die al een tijdje kijken, die weten dat ik... Ja, Valentino en de graafmachine, dat is niks. Dat gaat niet goed met elkaar. Dus ik ga zoveel mogelijk knippen daarin. Om jullie niet te veel te belasten met mijn achterlijke graafactiviteiten. Want het is heel erg slecht. Dan gaan we naar de graaf, of de graaf, de draagconstructie. Gaan we grind afleveren. En kijk, deze die was ik dus vergeten in de vorige aflevering. Ik ging namelijk al mijn grind afleveren met de dieplader. Terwijl dat eigenlijk met deze moest. De geleden kiepwagen. Die kunnen we misschien wel kopen. Ik weet niet hoe duur die is. Dan gaan we materiaal afleveren met een multi-oplegger. Dat is misschien ook een optie om te kopen. Geen idee hoeveel dat kost. Steunpilaren met de kraan. Dan gaan we naar de fundering toe. Oh, dit is een hele grote klus, jongens. Oh, kijk eens hoeveel. Ja, dit is heel erg veel. Oh, kijk eens. Goed, we gaan het gewoon doen. We zien wel hoe ver we gaan komen. Ik denk dat dit wel misschien 2, misschien wel 3 afleveringen worden. Ik weet het niet. We gaan het zien. We gaan hem accepteren. En we gaan beginnen met bulldozen. Onze bouwplaats van vandaag is helemaal in het hoekje van de map. We gaan naar onze bulldozen toe. Die hebben we, die gaan we uitbesteden. En daar gaan we instappen. En dan gaan we naar de bouwplaats en dan gaan we beginnen. Jongens, misschien wordt dit wel de grootste klus die we tot nu toe hebben gedaan. We hebben natuurlijk al een klus gedaan van 500.000. Maar ik denk dat dit meer werk is. Daar zijn we en we zijn weer in het donker. Zoals heel vaak bij mij in de afleveringen. Geen idee waarom dat is. Maar het is nou eenmaal zo. We gaan onze lampjes aangooien. En dan gaan we goed staan. En dan gaan we beginnen. Want gewerkt moet er worden. Goed, wij zijn klaar met de bulldozer. En daar gaan we dan. We gaan beginnen. Oh god, dit wordt heel erg veel. Ja, dit wordt heel veel afgraven. Dit wordt lachen. Ik zag trouwens dat ik weer een paar nieuwe abonnees erbij heb. Super leuk. Dankjewel voor het abonneren. Dankjewel voor het liken ook. Ik zie ook wat aantal likes op de bouwvideo's. Super leuk om te zien. Leuk dat je erbij bent. Dan gaan we gewoon weer verder met onze volgende strook die we moeten doen. Want we zijn nog lang niet klaar. En toen zaten we op de helft en het wordt licht buiten. Het is onderhand 5 uur 's ochtends. Ja, dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we ook wat dingetjes doen in het licht. Het is trouwens ook mooi dat we niet dus die huur hoeven te betalen. Want deze is van helemaal van ons. En dat is mooi. Want het kost ons geen geld voor de rest. Ik wou ook eventjes één keer een cockpit view doen. Dat is ook wel grappig om te zien. Ja, het gaat aardig. De procentjes die komen er bovenop. We zitten alweer op nou, bijna 70% alweer. Dus dat is goed. En dan denk ik dat we nog 1 strookje moeten doen. En dan hebben we het al afgegraven. Daar gaan we, onze laatste strook. Hoppatee. Knallen met dat ding.
gaan we dit redden. Nog een paar procent. Kom op, we kunnen het. 1, 2, hoppatee. Dat was hem. We hebben het goed gedaan. We gaan onze lampjes uitzetten. En dan gaan... Trouwens, dat is het druk hier op de weg, joh. Dit was hem. Dan denk ik dat we deze maar weg gaan brengen. Want die hebben we niet meer nodig. De bulldozer kan in de stalling. En dan hebben we dit gedaan. Dus we gaan nu de grond verdichten. Dus dat doen we dan ook met de grondverdichter. Daar gaan we nou, die gaan we uitbesteden en dan gaan we instappen. En dan gaan we beginnen. Daar staan we dan met onze grondverdichter. We gaan hem aanzetten en we gaan beginnen met de klus. Daar gaan we. Ja, dit gaat ook wel op zich wel redelijk snel. En dat is mooi, want we moeten door. Dit is een enorme klus. Het is wel een beetje priegelen, want we moeten heel veel bochtjes maken. We gaan hem aanzetten en dan gaan we weer een volgende strook doen. Daar gaan we. Oh, daar zitten we alweer bijna op de helft, jongens. Dat gaat, dit gaat goed. Dan gooien we hem in de achteruit. En dan gaan we weer rustig verder. En dan moeten we nog 2%'tjes. En dat redde ik natuurlijk weer net niet. Dus dat gaan we nu eventjes hier zo afmaken. Yes, dat was hem. En dan gaan we nu beginnen met mijn favoriete klus. En dat is het gebied afgraven. Het is niet mijn favoriete klus, maar goed. We moeten het wel doen. Dus we gaan het ook doen. We gaan deze weer wegbrengen. De grondverdichter, waar sta jij? Juist, die mag in de stalling. En dan moeten we naar onze voertuigen dealen. Want een rupsgraafmachine, dat heb ik niet. Dat heb ik niet gekocht. Dus we gaan naar onze voertuigen dealer toe. Daar gaan we enteren. En dan gaan we eventjes kijken. Oh, hier staat hij al. 195.000. Zullen we het doen? Dat is bijna 200k. Nee, ga ik niet doen. Nee, doe ik nog niet. Want ik weet ook nog niet... ik heb geen idee hoeveel we nog moeten uitgeven aan deze klus privé. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga hem toch nog een keer huren. Voor 3.3100 euro per dag. Dat is best veel. Goed, daar staan we dan met onze rupsgraafmachine. Ik ben helemaal ready en we gaan gewoon beginnen. Ik denk dat dit heel erg lang gaat duren. Het is een heel groot gebied wat we moeten graven. Ja, dit gaat wel even wat tijd kosten. Voor jullie niet. Ik ga het een beetje knippen. Maar voor mij wordt dit een hel op aarde. Daar gaan we, onze eerste schep. Nou, op zich, dat ging nog wel, maar... We zitten op 0%. Oh, dit is zoveel werk, jongens. Daar ben ik weer. Het is ondertussen 10:15... Nou, het is al 10:45. Ik ben de hele dag wezen graven in het spel. En ik heb het af. Althans, ik moet nog 1%. En dat gaan we nu doen. We gaan nog 1 schep pakken. Daar gaan we. En dat was hem. Eindelijk. Ik moet zeggen, het was minder werk als de vorige klus qua graven. Dus we gaan uitstappen en dan gaan we deze... Jezus, wat gebeurt er met die camera? We gaan uitstappen en we gaan deze terugbrengen. Voor nu. En dan gaan wij eraf. En dan zou dit in principe... Yes, dat is hem. Mooi. Wat is dit dan? We moeten grind afleveren en verspreiden. Oké, dus... Dat ga ik nu wel met een... Oh, holy shit. We hebben 106.000 erbij nu. Dus we moeten een geleden kiepwagen. Heette dat zo? Volgens mij wel. We gaan even kijken. Eens even kijken waar staat de geleden kiepwagen. Oh, die staat ernaast. Dat is mooi. Hoeveel kost dat ding? Poeh, 200.000. Nou, dat gaan we maar eventjes huren dan. Ja, dat gaan we huren. En dan gaan we grind halen. Laten we instappen. En dan gaan we verder met klus. Ja, het graven, dat viel op zich mee. Elke schep was 1%. Dus dat was te doen. Ik ben benieuwd hoeveel grind hierin gaat. Dat is heel erg veel. We hebben deze al eerder gebruikt natuurlijk. Jongens en meisjes, vertel me even hoe jullie dag was. Ik ben heel erg benieuwd. Die van mij, nee, die gaat goed. Eens even kijken, daar gaan we. Extractie. We gaan hem helemaal vol gooien. En hij zit vol. Even kijken hoeveel dat kost. 11.500. Oké, goed. We gaan naar de bouwplaats toe. En dan gaan we eens kijken hoeveel we dan precies nodig hebben. Hoeveel kiepwagens we nodig hebben om dit te kunnen doen. Oh, ik moet even oppassen dat ik niet alles eraf gooi. Dan moet ik heel eventjes opletten.
Dan gaan we naar achter toe en dan gaan we keepen. Daar gaat hij. We gaan keepen. Het is niet echt heel erg handig met die pilaren zo erop. Nou, we zitten al op. Oh, we zitten al over de helft. Oh, we zitten al op 60%, jongens. Dat gaat hartstikke snel. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Ik dacht dat het er 4 zouden zijn, maar... Dat hoeft dus niet. Het zijn er 2. Of nou ja, 2,5 eigenlijk. Daar gaan we, onze tweede lading. Dus dat kost, wat is het? 22.000 of zo, qua grind. Yes, en we gaan meteen door. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ja, en dan denk ik dat we maar gewoon hier zo het bochtje gaan maken. Oh, ik wil niet heel veel grind verliezen. Maar het lijkt een beetje alsof je dat sowieso wel gaat. We rijden gewoon een stukje naar achteren en dan gaan we keepen. Daar gaan we. Kom op, nog een beetje. Kom op. Oh, dat meen je niet. We rennen het niet. Dit meen je toch niet? 1%? Kom op, man. Echt waar? Oké, dat slaat echt helemaal nergens op natuurlijk, hè, dit. Dit slaat echt helemaal nergens op. Goed, we gaan 1% grind kopen. Daar gaan we. 1% grind. Nou, dat is dit wel, neem ik aan. Goed, daar komt hij. De 1%. En dat is hem. Hartstikke mooi. Dan vraag ik me af of we deze keepwagen nog nodig hebben in het volgende proces. Grind afleveren. Even kijken, hadden we hem nog een keer nodig? Volgens mij niet. Nee. Goed, dan gaan we deze terugbrengen. Ja, we gaan het terugbrengen. Het kost 107 euro. 170 euro. Bouwmaterialen aflevering. Stalen balken moeten we hebben. 2 keer. Nou, dat kan. Dan gaan we in onze dieplader met kraan. En dan gaan we naar de bouwmateriaaldealer. En dan gaan we stalen balken kopen. Oh, we hebben nog veel meer nodig. Maar we hebben nu alleen maar stalen balken nodig. Dus dat gaan we ook doen. Die gaan we bij de bouwplaats leveren. Dan gaan wij ook naar de bouwplaats. En dan gaan we ze neerzetten. Of we gaan ze afleveren. Daar gaan we. Waar staan ze? Oh, die staan helemaal hier donker. Ik kon ze helemaal niet zien. Ik zag ze helemaal niet. Gaan we dat redden met de kraan? Zullen we het gaan opgokken? Ik ga het erop gokken dat we het redden. Nou, dat wordt weer heel erg krap hoor, dit. Kom op. Kom op, kraan. Alsjeblieft, doe het. Stel me niet teleur vandaag. Stel me niet teleur. Oké, dit gaan we. Ja, we redden het net. We redden het net. Perfecto. We gaan hem plaatsen. Die mag hier. Dat is 1. Gaan we die andere dan ook redden? Ja, dat redden we ook. Oeh, dat scheelt. Dan hoef ik hem namelijk niet te verplaatsen helemaal weer. Dat zijn ze. Dan gaan we het gemarkeerde gebied vrijmaken. En dan gaan we eens kijken wat we moeten gaan doen. Wat komt er nu? Steunpilaren plaatsen. Stalen pilaar. Steunpilaren. Snel opbouwende kraan. Juist. Oké, goed. Waar kunnen we die neerzetten dan? Oh, dat is daar achter in de hoek. Had ik helemaal nog niet gezien. Goed, we gaan hem opzetten. Of we gaan hem eerst eventjes huren natuurlijk. We gaan hem huren. Ja, dat wil ik. Ja, oké. Mooi. Dan gaan we hem opzetten of opbouwen. Daar zijn we. En dan had ik de tip gekregen om van bovenaf te kijken. Dat is inderdaad ook wel een heel stuk handiger. En dan gaan we beginnen. We gaan de eerste balk pakken. We gaan zakken. We gaan naar beneden. En dan gaan we eens kijken hoe dit gaat. Ja. Dit wordt nummer 1. Oh, wacht. We moeten natuurlijk kijken welke oplichten. Die gaan als eerste.
Maar welke is dat dan? Oh, dat is die helemaal vooraan. Hier zo. Als ik dat goed zag. Ja, deze is dat. Oké, mooi. We gaan naar nummer 2. Eens even kijken. Is dat deze? Ja, dat is die. Eén slinger en hoppatee. Die ligt. Of die staat. Dan gaan we naar nummer 3. Oké, als dit zo doorgaat, dan gaat dat heel soepel. Bedankt voor de tip. Altijd handig, tips. Er zijn natuurlijk mensen die dit... Hé, wat gebeurt er nou? Wat doe ik? Oké, dat ging niet helemaal soepel. Iemand die kreeg bijna een pilaar in hun gezicht. Deze die gaat dan hier zo. We gaan een stukje zakken. Nee, maar het is altijd fijn als er mensen zijn die dit heel veel spelen. Die hebben altijd van die hele goede tips. En handige tips. Ja? Mooi. Waar moet deze pilaar? Helemaal achterin. We gaan hem iets zakken en dan gaat hij daar netjes bij staan. Yes, dat is hem. Goed, dan gaan we verder met de laatste 4 pilaren. Ik weet trouwens niet meer hoeveel we hiervoor kregen. Voor deze klus, volgens mij was het... Of voor deze fase. We beginnen vooraan, neem ik aan. Dan net zoals bij de vorige, ja. Het gaat een stukje sneller. Daar zo komt nummer 2. We krijgen ook spannende muziek erbij. Daar gaan we. Dat was nummer 2. Ja, dit gaat soepel. Dit is top. Dit gaat beter als verwacht. Dat is nummer 3. En dan gaan we weer met de laatste. Daar gaan we. 1, 2. Kom op. En 3. Oh, we zijn nog niet klaar, jongens. Er komt nog wat bij. Oké, we gaan eens even kijken wat het allemaal is. Daar gaan we. Oh, iets hoger. Ja. En dan moeten we hem draaien. Hoe deden we dat ook alweer? Of hoeven we hem niet te draaien? Welke moet als eerste? Ja, die onderste. Dus we moeten hem gaan draaien. Oh ja, zo moest ik draaien. We gaan hem draaien en dan gaan we hem proberen te plaatsen op de goede plek. Het wordt nu wel iets trickier. Oh, ik zit er al goed op. Mooi. Dan gaan we met deze aan de slag. Ja, de kraan, daar begin ik wel aan te wennen een beetje. Het is wel een beetje prutsen af en toe, maar... We gaan hem draaien. En dan gaan we hem netjes proberen neer te zetten. Het wordt weer dag trouwens. Hartstikke fijn. Dan kunnen we ook iets meer zien. Oh, ik wou hem al plaatsen, maar dat kon nog niet. Dat is hem. En dan gaan we nu de bovenste balken plaatsen. Eens even kijken. Deze hoeven we niet te draaien. Ik kan alleen een beetje moeilijk zien of ik op de goede hoogte zit op dit moment. Ik ga er eventjes van uit van wel. Ja, dat klopt. En dan gaan we voor de laatste. Althans, dat dacht ik net ook. Ik denk het niet, aangezien er nog meer stalen balken liggen op de grond. We zijn nog niet klaar. We moeten nog even door. Zit ik hoog genoeg? Ja. Dan ga ik hem laten zakken. En that's it. Mooi, dat was hem dus wel. 87.500 euro in de bank. En dan gaan we nu de rest van onze spullen kopen. We gaan enteren en dan gaan we alles kopen en op de bouwplaats laten afleveren. Ik denk wel dat dat wat gaat kosten, want dat is best wel wat. Pallet met metalen elementen. Pallet met metalen, wat is dat? Golfplaten. 4 keer pallet met... Wat is dat? Dampremmend materiaal. Pallet met hout. Betonstaalras. Hebben we nog meer nodig? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we alles nu in de... Of in ons wagentje. En dan gaan we afrekenen. Ja, dat kost wel wat. 3500, maar ik ga het toch doen. Want anders is dat zo ontzettend veel werk om dat allemaal over te gaan laden en dan weer hier over te laden. Dat is heel erg veel werk. We gaan beginnen. Daar gaan we. Eens even kijken waar alles moet. Ik moet even goed opletten nu. Ik denk dat ik begin met, hoe heet dat ook alweer? Betonstaalraster. Achterin. Ik denk dat ik daar maar mee ga beginnen. Eens even kijken waar dit moet. Volgens mij daar.
Ja, ik zie het al oplichten. We beginnen weer te slingeren. Die mag daar. Hartstikke mooi. Dan gaan we verder met deze. We gaan meteen door. Yes. En waar mag jij naartoe? Eens even kijken. Oh, dat mag hier achterin. Dat kan geregeld worden. Dan gaan we met de laatste aan de slag. Dat is de laatste betonstaalraster. Zo, dat is dat. Dan gaan we nu door met het andere spul. Waar mag jij heen? Niet hier. Is dat deze? Volgens mij wel. Ja, dat is die. En daar hebben we er ook twee van. Dus dat wordt ook weer eventjes takelen, slepen, slingeren en plaatsen. Ja jongens, dit is weer een hele grote klus. We zijn nog lang niet klaar. Denk ik. Althans, ik denk altijd dat het bijna klaar is en dan is het helemaal niet klaar. Dan gaan we verder met pallet met hout. Waar mag jij heen? Jij mag daarnaast staan. Yes. Dat is hem. En dan staat ineens onze fundering. Dat is mooi. We gaan uit de kraan. En dan gaan we eens even kijken. Oh, we zijn al niet klaar joh. We moeten nog verder. Goed, nu gaan we de andere dingetjes neerzetten. Pallet met... Oké, dus we moeten nog een keertje die pakken. Zie je, dat bedoel ik. Ik denk elke keer van, oh, ik ben klaar. Maar dat is helemaal niet zo. We moeten gewoon nog door. Laten we eens kijken waar dit heen moet. Goed, dat gaat helemaal hier achterop. 1, 2. Hoppatee. Kijk. En daar staan ze hoor, jongens. De silo's. Of althans, de stukken silo's. Plaatfundering storten. Dus dat betekent dat we een betonmixer nodig hebben. En een betonpomp. Als ik me dat goed kan herinneren. En dat vind ik ook echt een vervelend ding. Een betonpomp. Dus echt ook hele rare controle zijn dat. Goed, we gaan naar de voertuigdealer toe. En dan gaan we eens even kijken. We hebben een betonmixer nodig. Zullen we dat kopen? We gaan het kopen. We gaan een betonmixer kopen. Voor 135.000 gaan we het gewoon doen. Kopen. Ja, die wil ik hebben. En dan hebben we een betonpomp nodig. Dat is deze hier. Ik denk dat die heel duur is. Ja, die is 2 ton. Gaan we niet doen. Die gaan we huren. Ja, dank u wel. Dan gaan we instappen in onze betonmixer. Goed, we hebben de betonmixer volgegooid. We gaan naar onze bouwplaats toe. En daar brengen we onze betonpomp natuurlijk ook naartoe. En dan gaan we beginnen met het storten van de plaatfundering. We gaan even uitstappen. Dan gaan we naar onze betonpomp toe. Ja, dan gaan we instappen. En dan brengen we die ook weg. Of dan brengen we die naar waar die heen moet. Goed, we zijn aan het storten in onze betonpomp. En dat betekent dat we kunnen gaan overstappen. En dan gaan we beginnen. Want de controls van dit voertuig zijn echt heel erg raar. Kan ik ook niet aan wennen. Daar gaan we. Moet je kijken hoe raar dit eruit ziet. Let's go. We gaan hem nog meer uitklappen. Eens even kijken. Kunnen we hem nog meer uitklappen? Ja, dat kan. Hoe doen we dat ook alweer? Dat ding gaat alle kanten op, joh. Daar gaan we. Mooi. Dat is onze eerste silo die we hebben gestort. En dan moeten we er nog 3 doen. En dan zijn we klaar. Met de silo's. En toen was onze betonpomp alweer leeg. Dus dat gaat heel erg snel. We gaan hem weer vullen. Dat kunnen we namelijk ook gewoon hier doen. Dat is heel erg fijn. Dan beginnen we weer met een nieuwe storting. En dan gaan we gewoon door. Want we moeten wel even. Dit is een hele hoop werk, jongens. Daar gaan we weer. Kijk, we zijn bezig met de tweede. En ja, dit gaat wel even duren. Dit is een hele hoop werk. Yes, dat is nummer 3. Dan moeten we er nog 2 doen. Plus dat achterste natuurlijk. Mooi, dat is nummer 3. En dan gaan we met de laatste.
Oh, dat ging heel erg soepel wat ik nou net deed. Dat is heel erg zeldzaam beeldmateriaal dit, wat er nu aan de hand is. Heel erg zeldzaam dit, wat er nu gebeurt. Hoe kan ik het ineens zo goed doen? Ik heb trouwens de betonmixer nu al 4 keer moeten bijvullen. Want er gaat behoorlijk wat in hier. Kijk, nu gaat het weer helemaal mis. Met deze apparaten moet je echt gewoon in een flow zitten, anders dan gaat het helemaal mis. Mooi, dat is nummer 4. Kijk. Dit is mooi. Ja, het begint er al op te lijken. Plaatfundering storten. Ja, we zijn al niet klaar, dat klopt. We moeten nog eventjes door. Ja, deze klus die is nog groter als de vorige. Het is gelukt. We gaan de wanden storten. Als ik dat ding onder controle kan krijgen vandaag. Ja, dit is echt ook een moeilijke klus. Je moet overal tussendoor. Je moet overal precies... Het is allemaal precisiewerk dit. Hoe werkt dit? Moet het gewoon... Gebeurt er nou wat of niet? Ik kan dat niet zien. Moeten we op één plek blijven of... Wanden storten. 90%. Wat is nou het probleem dan? Waarom wil die nou niet verder dan? Kijk, en ik zit vast in een... Zie je dat? Het spel is gewoon geglitcht. Ik zit gewoon vast. Goed, ik moest de betonpomp helemaal gaan resetten, want ik zat vast. Ik zat vast in het spel. Of in die pilaar. Het werkt allemaal niet echt mee vandaag, hè, jongens. Ook niet zo heel erg handig dat we die kraan daar hebben staan. Yes, kijk. Nu kunnen we het wel doen. We gaan door met de volgende. Alsjeblieft, doe het gewoon. Kijk, en dan doet hij dat weer niet. Waarschijnlijk moeten we dat dan hier doen. Oh ja, zo werkt het dus. Oké. Okay. Dan gaan we door. Naar deze. Ja. 76%. En dan maken we deze ook af. Ja, jongens, dit is de meest technische klus die ik tot nu toe heb moeten doen. Dit is best wel lastig. Ja, dan gaan we naar de andere kant. Mooi! Dat is hem. Ach, eindelijk, jongens. Het is zover. Ik ben helemaal klaar met die betonpomp. Muurconstructie hebben we dus. Fundering hebben we gedaan. Ja, dus dan kunnen we die terugbrengen. De betonmixer gaan we ook wegbrengen. Dan moet ik weer uitstappen. En dan gaan we bouwmaterialen afleveren. Daar gaan we weer. We krijgen weer lekker veel centjes erbij. En we gaan instappen in de kraan. En dan gaan we verder. Eens even kijken. We gaan even omhoog, zodat ik wat meer kan zien. Want ik zie echt heel weinig nu. We beginnen met deze twee, jongens. Plafondcomponent. Eens even kijken waar dat moet staan. Volgens mij moet dat hier. Dat is 1. En dan hebben we die andere. Oh, nog 1 keertje slingeren en daar gaan we. Oh god, doe rustig joh, wat gebeurt er? Die gaat ernaast. Yes, en dan moeten we pallet met metalen elementen, dat is die. Ja, en die gaat dan hier naartoe. Zetten we op de voorste en dan gaan we die andere ook pakken. En die zetten we er dan netjes naast. En dan zitten we op 60% van onze constructie. Oeh, wat een werk. Yes, dat is hem. En nu, dan gaan we weer wanden storten. Goed, dus dat was niet heel erg slim wat ik heb gedaan. Want ik kan de betonpomp weer terughalen volgens mij. Of nee, niet. Wacht even. Steunbalk bevestigen. Eens even kijken wat dat doet. Kijk, mooi. Onze kraan is onze grootste vriend op dit moment. Heel veel aan het gebruiken. We gaan zakken. En dan gaan we plafondcomponenten plaatsen. Ik zie helemaal niks. Daar gaan we. Oh, we moeten nog iets omhoog. Yes, dat wordt nummer 1. We hebben er 4 nodig. Of althans, we gaan er 4 plaatsen. We gaan hem eventjes draaien. Dat hij goed komt te staan.
En dan gaan we die daar plaatsen. Ik denk dat ik dat hier ga doen. Yes, dat is nummer 1. Ja, jongens, het begint er al een beetje op te lijken allemaal. Het is een hoop werk, maar ja, we krijgen ook een hoop geld. Dus het is het allemaal waard. Moet ik iets omhoog? Ja, ik moet iets omhoog. Geen probleem. Dan gaan we deze plaatsen. Gaan we eventjes draaien. We krijgen ook wat muziek erbij. Hartstikke gezellig. En dan gaan we deze ook plaatsen. Daar komt hij. Nou, dat kan ook. Daar komt hij hoor. Nummer 3. Daar gaan we. Even oppassen dat ik niet de hele constructie vernieuw. Dat zou zonde zijn. Yes, ik heb hem bijna goed. Ja, en dan kan die zakken. En dan kunnen we die gaan plaatsen. Daar komt hij. 1, 2. Een hoop geslinger weer. Ja, maar het lukt. Ja, misschien dat ik dan toch die betonpomp weer nodig heb. Ik weet het niet. We gaan het zien. Vertel me eventjes wat jullie minst favoriete voertuig is. Ik heb de graafmachine en de betonpomp. Ik vind dat zulke rare apparaten. De controls zijn zo raar. Ik kan er niet aan wennen. Goed, we gaan de laatste draaien. En dan gaan we die neerzetten. Daar komt hij. Oh, nog iets draaien dan. Ik zit daar niet goed voor. Oh, dat is niet de bedoeling dit. Juist. Mooi. Dat was hem. Beste mensen, dit was deel 1 van de constructie van onze silo's. Vind je dit nou leuk? Like dan alsjeblieft even de video en abonneer op mijn kanaal. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En dan hoop ik jullie terug te zien bij deel 2. Tot dan. Doei doei.